Eroverheen. Het 20-jarige wonderkind van het Free Fight en ringsport gebeuren opkomelijk. Ook hij maakt deel uit van het Golden Glory Team. Samen met zijn broer Valentijn, ook al zo'n enorm getalenteerde Free Fighter. Ruud Gullit, hij was aanwezig hier in het bomvol Lahore in dit evenement van Too Hot to Handle. Dit is dus Alistair Overeem. In zijn karakteristieke pose betreedt hij de ring. Zelfverzekerheid van de jeugd zou je bijna zeggen, want hij heeft een zware tegenstander in deze wedstrijd. Maar deze man is als een komeet omhoog geschoten in de ringsport. Krijgt hij de laatste instructies toegevoegd en zal ongetwijfeld weer zorgen voor het nodige spektakel in deze ring. Alistair Overeem, samen met zijn broer Valentijn, twee van de grote talenten in deze wedstrijd, sport iedere de Brit Chris Watts. En kijk hoe hij deze geroutineerde Brit aanpakt. Als je nagaat hoe kort deze Alistair Overeem eigenlijk was bezig is en hij zich even weet te bekwamen in zowel het grondwerk als het staande werk, dan is het ongetwijfeld een van de grote talenten die nog jarenlang de wedstrijdsport kan beheersen en domineren. Hij is pas 20 jaar en dat is met name die zwaargewichtklasse natuurlijk een enorm jonge leeftijd om al zo hoog uit te kunnen komen. Alistair Overeem. Maar wat gaat hij vandaag hier in Ahoy doen op dit evenement van Too Hot to Handle? Wat gaat hij laten zien voor die duizenden mensen die zijn gekomen in dit bomvolle Ahoy? Het zal zwaar worden, want de tegenstander is niemand minder dan de Turkse Nederlander, of Nederlandse Turk zo je wilt, Can Şahinbaz. En die zal ongetwijfeld wel het nodig hebben te vertellen. De Can Şahinbaz hier in beeld van de club Judojin, een voormalig Kyokushin karate kampioen, dus die weet van wanten. Ook hij heeft de overstap gemaakt richting Free Fight, richting ringsport. En wat zal Şahinbaz kunnen laten zien tegen deze Overeem? We kijken naar de tail of the tape. Overeem is wat langer, hij is 1,95 meter. En de gewichten zijn nagenoeg gelijk, het scheelt zo'n 5 kilo. De man in de korte, strakke zwarte broek, dat is Can Şahinbaz. En hij gaat nu op zijn rug tegenover hem, Alistair Overeem in de zwarte thaiboxbroek. Meteen boven in die goede positie daar. Moet nu proberen die benen om zich heen te zien werken. Can Şahinbaz, dat lukt niet. De referee grijpt in. Peter Dijkman is dat. Zelf ook een zeer ervaren ringsporter. Overigens, al die scheidsrechters in deze sport zijn meestal mensen die jarenlang in die ring hebben gestaan. Weer komt daar Overeem bovenuit. Hij is er handiger in op die grond. Maar Şahinbaz weet dat. Houdt de boel op domelijke afstand door met die benen te lopen te zwaaien. Oeh, een zware rechterstoot. Een zware rechterstoot. Geplaatst door Overeem. Alistair Overeem zal nu eraan proberen weer naar die grond te gaan. Daar is hij wat sterker. Daar is hij wat handiger in dan Can Şahinbaz. Şahinbaz heeft een Kyokushin-achtergrond. Dat betekent dat hij dus met die trappen echt goed uit kan komen. Hij heeft goede, sterke, harde low kicks. En die zal hij ook proberen te plaatsen bij minst of geringste. Maar dat weet ook Overeem. Overeem die het gevecht dichtbij zoekt. En weer naar de grond zal gaan, ongetwijfeld. Steeds weer proberen dichtbij te komen, vasthouden. Een positie zoeken, je probeert te manoeuvreren in een positie waarin je wat kunt doen. Şahinbaz is duidelijk erop beducht om te zorgen dat hij op afstand kan blijven. Dan die benen kan gebruiken, maar dan krijgt hij eigenlijk de kans niet voor van Alistair Overeem. Die bezig is, daar naar de grond gaat. Mooi gedaan. Moet nu die benen er overheen gooien? Ja, dat is nu gelukt. Staat in de mounted position. Dat is heel belangrijk. Hier kun je eigenlijk
heel weinig doen als je onderop ligt. En als je bovenop ligt, kun je nu gaan werken. Kijk, hij zit nu goed. Gaat nu een opening zoeken, zal die handen bezighouden. En dan die stoten gaan maken naar het gezicht van de onder hem liggende Sahin Bas. Die eigenlijk alleen maar moet proberen nu heel kort bij te blijven. Voltreffer op het gezicht van Sahin Bas. En Dijkman grijpt in. Als er geen mogelijkheid meer is voor de onderliggende man om wat te doen, dan wordt er uiteraard ingegrepen, want je dan anders veel te veel risico's zou lopen voor de gezondheid van de vechter. Sahin Bas, zijn beurt na, maar krijgt het overnieuw. Oh, die knie, voltreffer van Alistair Overeem. Met die knie op het lichaam, half op het gezicht van Sahin Bas die neergaat. Zwaar getroffen, wordt uitgeteld, op het lichaam is hij geraakt, ofwel. Jawel hoor, einde verhaal voor Can Sahin Bas. En Alistair Overeem, het wonderkind van de Nederlandse freefightering en ringsporten. Op het ogenblik hier omhelst door zijn trainer. De knie die zit er vol in op het lichaam. En nog een keertje erna, dan is het afgelopen voor Can Sahin Bas, die hier eigenlijk veel meer had willen laten zien. Maar geen kans heeft gekregen om in die wedstrijd te komen door dat explosieve begin van Alistair Overeem. Ja, dat zijn overwinningen, daar valt helemaal niks op af te dingen. Dat is duidelijk voor iedereen. Hij was sterker op ieder front, zowel staand als op de grond. Maar voor Can Sahin Bas, die een zeer getalenteerde vechter is, zal er ongetwijfeld weer een nieuwe partij komen. Vandaag staat het er niet in, voor deze man echter wel. Alistair Overeem wint hier op knock-out in de eerste ronde van deze wedstrijd. En laat zien dat hij tot een van de allergrootste talenten gerekend mag worden die er op het ogenblik in deze ring rondloopt. En dan het mooie moment voor de overwinnaar. En de winnaar door knock-out. In 1 minuut 31. Hij komt uit Amersfoort van de stal Doorman. En het is Overeem. Alistair Overeem. Hij vecht nu voor het Golden Glory Team en zal er ongetwijfeld nog meer furoren gaan maken. We zullen nog vaak en veel kunnen zien. Overigens is Overeem een van de mannen die ook 18 maart op het prestigieuze gala in Ahoy toe de présence zal geven. Hier die zware stoten nog eenmaal. Kijk eens even hoe die knie erin springt. Hij springt die erin, links en rechts. Winnaar op knockout, Alistair Overeem.